Zo. Ja, dit verwacht je absoluut niet als je buiten staat. Prachtig. Ik heb het gevoel dat het een soort stille ruimte is waarin nog heel veel aanwezig is van de historie, van schoonheid, van stilte en van een leven van mensen van al heel lang. Als je hier bent, dan voel je 4 eeuwen geschiedenis. Dan voel je al die mensen die hier gelopen hebben, gekerkt hebben, getrouwd zijn, hun kinderen hebben laten dopen. Ik zie dat helemaal voor me en ik vind dat echt fantastisch. Het brandschilderen van glas is eigenlijk het aanbrengen van een tekening middels het schilderen met metaaloxides op glas. Je kunt elke kleur glas nemen die je daarna inbrandt in een oven. Wat ik zo prachtig vind aan dit raam zijn de kleuren die gebruikt zijn. Die vrouw met die paarse jurk, die vrouw met die blauwe jurk, die vrouw met het gele jurk. Maar de kwaliteit van de kleur vind ik zo bijzonder. Dat hier in Schermerhorn dan een raam is wat geïnspireerd is op een schilderij van Rubens. Dit raam heeft een bijzonder plekje in mijn hart. In Schermerhorn is het voornamelijk een blanke mondgeblazen glassoort. Dus juist heel veel kleur uit de schilderingen. En met 16, 17 verschillende grondstoffen kun je zo'n 5.500 kleuren maken. Je ziet hier in de kerk heel erg duidelijk de verbinding die Schermerhorn in het begin van de 17e eeuw had. Je zou het bijna niet meer geloven als je nu om je heen kijkt, want het is een en al land geworden. Maar via die verbinding met de Zuiderzee had Schermerhorn een verbinding met de hele wereld. En dat maritieme element, dat vind je in de hele kerk terug. Dit raam is geschonken door een van de oudste waterschappen van Nederland. Die 3 poorten die je daar ziet, dat waren letterlijk uitwaterende sluizen. En als het laag water was in de Zuiderzee, dan gingen de sluizen open. Als het hoog water was in de Zuiderzee, dan gingen ze weer dicht. In veel ramen is er sprake van water en zee en scheepvaart. En dat zie je ook terug doordat de ramen geschonken zijn door de havensteden. Enkhuizen heeft zich natuurlijk laten afbeelden met de haringvloot. Maar je ziet daaromheen zie je allemaal oorlogsschepen varen. Want ja, die haringvangst die was zo belangrijk voor de economie. En vanuit Duinkerk en vanuit Engeland waren constant kapers op de kust die haringvloot aanvielen en zoveel mogelijk schade probeerden toe te brengen. Dus vandaar dat die oorlogsschepen mee waren. Dit raam vind ik zo fantastisch omdat het de grote verandering uit die tijd weerspiegelt. Namelijk het droogleggen van de Schermeer. Een groot meer werd een polder. En dat zie je hierin verbeeld. Je ziet links een visser die met zijn handen in het haar staat. Van wat moet ik nu? En rechts zie je een boerin die er heel welvarend uitziet. En je kunt prachtig zien waar die mensen in die tijd mee geconfronteerd werden. Dit is het glas van Hoorn met in het midden het wapen van de stad Hoorn. Rechts van het wapen zien we de god Neptunus
Neptune staat voor de visserij, de god van de zee. En links van het wapen zien we de godin Ceres. Zij staat voor later, toen de landbouw ook opkwam. Zij is de godin van de landbouw. En het allerbelangrijkste gebeurtenis uit de recente geschiedenis van het Noorderkwartier. De slag op de Zuiderzee, waar het admiraalschip de Inquisitie wordt veroverd door de geuzenschepen van steden die kort daarvoor de kant van Willem van Oranje hadden gekozen. Dan zou me niks verbazen als ook zeelui uit Schermerhorn aan die zeeslag hadden meegedaan.